Je zou het bijna vergeten met alle conflicten in de wereld, maar ook in Oekraïne is nog steeds een oorlog gaande. Een oorlog waarin burgers nog steeds volop hulp nodig hebben. Keep Them Warm is een studentenorganisatie en zamelt geld en kleding in om naar de grens van Polen met Oekraïne te brengen. Van daaruit worden de spullen door Canadese ex-militairen naar het oorlogsgebied gebracht. De studenten nemen vervolgens weer Oekraïense vluchtelingen mee terug naar Nederland. En in de Nijmeegse Sint-Stevenskerk is momenteel een expositie te zien van deze studentenorganisatie. Het conflict dat duurt al wel even. We zitten nu bijna 2 jaar oorlog. Inmiddels is er inderdaad een heleboel gaande. Ik denk dat het voor ons vooral heeft geraakt, omdat het raakt toch de Europese grenzen. Dat vonden wij vooral een heel erg eng idee, dus daarmee hadden we er ook veel meer contact mee. Vervolgens hebben we natuurlijk ook andere conflicten gezien inderdaad. Wij hebben gemerkt dat we ons hierin hebben gedoken, dat we dit hebben opgezet en dat we van daaruit dus ook de basis hebben om hiermee verder te gaan. Tijdens het opzetten van de Nijmeegse tak van Keep Them Warm raakten de 6 studenten in contact met verschillende partnerorganisaties. Zo werken ze bijvoorbeeld samen met On My Way UA. Ja, het is eigenlijk gewoon een partnerorganisatie. Dus wij zijn vooral bezig met donaties binnenhalen, kleding inzamelen, et cetera. Maar om ook vluchtelingen mee terug te nemen naar Nederland, moet dat natuurlijk wel gecoördineerd worden. Dus het is eigenlijk een partnerorganisatie die in eerste instantie in Leiden is ontstaan. De inzamelingsactie die Keep Them Warm Nijmegen heeft opgezet, bestond uit een samenwerking met middelbare scholen en supermarkten binnen de regio. Rond de 100 vuilniszakken vol met winterkleding mogen inzamelen. En wanneer het om voedingsmiddelen gaat, hebben we 3 volle winkelkarren vol met voedingsmiddelen ingezameld. Wat we denk ik vooral ook wilden bereiken, is dat wat we hebben gezien tijdens de ritten en dat wat je ervaart daar aan de grens, dat het heel erg lastig is om dat vanuit Nederland te ervaren. En dat lukt misschien beter met plaatjes. Dus toen hebben Lars Bressers en Max Schoneberg, die samen met ons ook die rit hebben opgezet. Die zijn hobbyfotografen en die wilden daar eigenlijk een fotoboek voor maken. En dat hebben we eigenlijk vertaald naar een expositie om in beeld te brengen van wat kom je daar tegen. En in de ogen van de Oekraïners kun je ook veel beter zien wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ik denk dat het vooral in verhalen zit. Dus wij waren daar veel in contact met vrijwilligersorganisaties die zelf ook echt de crisisgebieden in Oekraïne ingaan. Bouke benoemt hierbij dat het vooral om verhalen gaat omtrent verkrachting. Maar natuurlijk ook inslagen waardoor mensen hun huis verliezen. Mensen die hun man moeten achterlaten, die aan het front moet vechten. Eigenlijk zie je de wanhoop onder Oekraïense vluchtelingen. Ik denk in het begin van de oorlog zie je vooral dat veel nieuws terechtkomt, dat veel over wordt gelezen. En dat neemt denk ik af naarmate het conflict langer duurt en dat merken we nu ook. Dus op deze manier, door een expositie op te zetten en dat in een Sint-Stevenskerk in Nijmegen te kunnen laten zien, merk je toch dat je mensen wel weer van bewust van maakt van hey, dit speelt nog. En hier moeten nog dingen voor worden georganiseerd en een initiatief in worden genomen. Omdat Oekraïners anders wanhopig aan de grens blijven hangen.